Hallo beste kijkers van Gaming met RV, mijn naam is Digital Toaster en we zijn hier met nummer 2 al van Challenge Me serie. Veel mensen zeiden om de Chubby Bunny Challenge te doen, dus ik vroeg aan mijn ouders van, kunt u geen spekjes kopen voor mij? En ze hebben gewoon een fucking zak van een kilo meegebracht, dat zullen wel meer dan genoeg zijn. De reacties van mij waren zeer leuk, een paar mindere reacties zoals deze. Maar voor de rest viel het eigenlijk nog mee. Dus als jullie weer een nieuwe leuke challenge hebben, laat ze achter in de reactie. Nu, de Chubby Bunny Challenge is meestal dat je een spekje in je mond steekt en dan Chubby Bunny zegt en blijven doorgaan totdat het amper verstaanbaar is. Wij gaan het een beetje anders doen. Wij gaan dus elke dit een spekje in onze mond steken en gewoon nog de hele tijd blijven proberen te commentaten. Terwijl er zoveel spekjes in onze mond zitten, ik ga hier een kommetje zetten. Ik moest alles uit mijn mond gaan vallen. Het is een crank, aangezien dat er dan hier wat meer deaths in zitten. Het niet te lang duurt, want als we gewoon kill confirmed gaan doen, gaat het echt gewoon te lang duren. Dus dacht ik van, oké, we gaan gewoon een crank matchje selecteren. En we zijn niet met volledige teams, dat is jammer. Maar ja, oh, misschien join er onderweg nog wel. Dat is een friendly. Zie dat we een enemy tegenkomen al sinds om onze match te beginnen, hè. Want de map is niet klein. En dan zeker niet. Oké. Ja, kom maar. Ik hoor het. Ja. Ik heb die zak op, dude. Mexipet. Ik eet dat eigenlijk niet eens graag. Hier gaan we. Amai, je bent eigenlijk wel reuk. Kijk. Zo eentje pakt al bijna heel mijn mond in beslag. En ik eet dat echt niet graag. Dus ik ga die saus gewoon echt gewoon uitspuwen eigenlijk. Oké, kom laten zien dat we hier wat enemies tegenkomen. Oh, jump shot richting mij. And you fail, bitch. Oké, ik hoor ze stappen. Achter mij. Ja. Fail aim. En daar stapt er nog één. Nee. Ik hoor ze gewoon stappen, hè, want ik heb amplify opstaan. Fuck. Nummer 2. Ha. Oké. Beide wangen zitten al vol. Mijn handen plakken al. Ik spouw net. Ik spouw net, joh. Nummer 3. Even een plekje zoeken waar je die kan steken. En ik plak mijn handen. Oké, laten zien dat we wat kills kunnen halen, hè. Dat we niet te veel spekje in onze mond gaan proppen. Crank. En nummer 2, en mijn hand schuift weg van mijn controller. Oh shit. Wow, shit, ineens 3 man voor mijn neus. Nummer 4. Oké. Mijn rechterkaken is al goed opgezwollen. Misschien is voor jullie links, omdat het beeldje geïnverteerd is. Fuck, jongen. Ik zie je niet eens. Hoeveel zitten we al? Nummer 5. Oké. De commentator begint al moeilijker te gaan. Ik heb een totaal nog niet veel in mijn mond, hè. Allee, het is niet dat mijn mond dik is, hè. Sarcasme, oh shit. Kom maar, zijn jullie bitches? Ik own jullie los. Oh, ik hoor iemand stappen. Yes! Got you, oh shit. Motherfucker. Nummer 6. Ik kan wel aan, man. Maar ik zit hier naar een kaken. Oké. Got you, motherfucker. Nee, jongen. Motherfucker. Wat zit je daar te kijken? Oké. Dat is een moeilijk te worden om nog te komen kijken. Waar zijn jullie? Nummer 8.
Bomb uplink enabled. Dat is zo vies. Ik kon me de laatste tijd gewoon niet meer concentreren omdat ik een slechte score heb gehaald. Ik vind dat echt vies. Ik had er 9 in mijn mond. Ik kon niet meer spreken. Ik kon nog amper ademen, want mijn neus zit wat toe. En ik heb nog een fucking kilo over. Als je er wat moet hebben, zet het dan in de comments. Mensen, alleszins bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te like te komen. En als je niet hebt geabonneerd, mijn kanaal is ook in de beschrijving. En abonneer natuurlijk ook op Gaming met RV. Ik zie jullie de volgende keer, mensen. Ciao.